Welkom bij Eén Kolle. Een podcast over Zero Waste. Ik ben Veerle Kolle. En ik ben Christophe Kolle. En we zijn blij dat we aflevering 44 met jullie kunnen delen. En het gaat nog wel wat meer gaan over delen, denk ik, vandaag. Ja, we zijn speciaal voor deze aflevering op een speciale locatie. We zijn op bezoek bij een gedeeld huis. Bij ons zit ook een persoon die dat huis deelt. En de meeste luisteraars gaan hem misschien kennen van tv. Denk maar aan De Ideale Wereld, Neveneffecten, maar ook het scenario van De Dag heeft hij geschreven. Maar daar gaat het niet over gaan. Nee. Ja, het gaat over iets helemaal anders gaan. We gaan het hebben over zijn huis. Bedankt dat we hier mochten komen, Jonas Schijnen. Met veel plezier, zeer welkom. Ik ben ook blij dat het de 44ste aflevering is. Dat is zo mooi. Het is geen rond getal, maar zo'n symmetrisch getal. Ja. En, ja. Ja. Dat kun je onthouden voor als je nog eens wil luisteren. Ja, voilà. Ja. Ja, 4-4. Keigoed. Maar je bent niet zo'n onbekende voor Christophe, hè? Nee, klopt. Oeh. Wij hebben samen animatiefilm gestudeerd. In een ander tijdperk. Ja. Hebben wij aan de kask gezeten samen. En dat waren heel toffe tijden, dus vandaar kennen we elkaar een beetje, animatoren. Ja. We hebben daar nog cellofaantjes uit te kleuren. Ja, dat is echt, we zijn zo de dinosaurussen van de animatiewereld. Ja. Dus de computer deed zijn intrede toen dat wij daar studeerden. Zo oud zijn wij. Ja, we hebben ze zien staan installeren eerst. Hè. Ja. Ja, klopt. Maar ja, het zal nu wel een en ander veranderd zijn. Ja. Ja, hetgeen dat ik me het meest herinner, wat we deelden toen, dat was de passie voor de muziek van Madness. Dat Ja, klopt. Ja, dat is wat jullie toen deden, maar nu deelde jij dus een huis, ja. Jonas. En we zijn hier dus speciaal gekomen om het te hebben over een beetje alles wat er hier in dit huis gedeeld wordt. Maar het leek me dus ook een boeiend onderwerp voor de Zero Waste podcast, dat gaat over minder verspillen. Dus ik denk, als je veel deelt, verspil je dan ook minder? Waarschijnlijk wel. nee, ik denk dat wel. Nu, ik denk, co-housing of samen wonen of huizen delen bestaat in heel veel vormen en smaken. Ik denk dat dat ook een beetje afhankelijk is van hoe dat je dat afspreekt met elkaar. Maar ik denk, in elk van die vormen gaat er wel zeker, een positieve impact zijn op verspilling. Nu, bij ons is het zo dat wij hebben wel elk ons huis. Er is ook geen gemeenschappelijke keuken of woonkamer of zoiets. Maar wij komen wel zeer regelmatig bij elkaar over de vloer. Tenzij dat er een of ander virus ons dan in lockdown duwt, dan hebben we even ook apart geleefd. Maar dat wil dan ook zeggen, regelmatig een keer samen eten. Hè. Als er iemand zegt, we hebben eten genoeg voor vanavond, kom er niet mee eten en dergelijke. Dus dat gebeurt wel heel vaak. En er zijn ook wel gemeenschappelijke delen aan het huis. Maar misschien moet ik kort even schetsen hoe dat het bij ons is ingericht. Of ja, komen we daar straks nog op terug? We hebben het hier al een beetje gezien daarnet, maar nog, voor de luisteraars is dit niet zichtbaar. Dus ik zal heel beknopt zoals de voorgeschiedenis geven van hoe dat wij hier beland zijn. Op een gegeven moment kregen wij telefoon van Lieven en Sien, hè, dus onze buren, en die zeiden van wij zijn aan het nadenken om ergens naartoe te verhuizen met een grotere tuin, maar wij zouden dat samen doen met een ander gezin of een ander koppel, want hè, als je dan met twee iets koopt, ga je meer grond voor je geld krijgen en dergelijke. En zijn jullie niet geïnteresseerd om daarin mee te stappen? En dan hebben wij gezegd van houd uw ogen open en als je iets ziet, laat het ons weten en dan zullen we er een keer over nadenken. Mm-hmm. En nog geen week later, dus ik denk dat ze het toen al hadden eigenlijk, maar nog geen week later zeiden ze van we hebben iets gevonden in Sint-Amansberg. En het is een enorme grote tuin en er staan drie huisjes op en we zouden een keer willen gaan kijken. Dus voordat we het wisten, stonden wij hier die huisjes ook te bezichtigen. En ons idee toen was, die een tuin, dat was fantastisch, daar was iedereen direct verliefd op. Een heel grote parktuin eigenlijk, met een vijver en heel romantisch allemaal, een boomgaard ook. Maar die huisjes zelf waren in heel slechte staat. En wij dachten toen nog dat we niet mochten verbouwen, omdat het waren zo'n vreemde woningen. Maar wat bleek dan? Sien heeft wat opzoekingswerk gedaan en het bleek in zo'n vreemde woningen in parkgebied te zijn. En daar bestaan uitzonderingen op waardoor dat je toch wat mocht renoveren en zelfs uitbreiden en dergelijke. En toen dat we dat wisten, dachten we van oké, dan gaan we dat wel schoon kunnen verbouwen tot iets wat goed geïsoleerd is, want dat was absoluut niet het geval. Waar dat we met twee gezinnen echt wel iets schoon van kunnen maken.
En toen hebben we ook nagedacht van ja, gaan we dan gaan voor gemeenschappelijke delen, zo'n gemeenschappelijke ruimte of zelfs een waskot of zo. En in de praktijk hebben we dat niet gedaan. Dus de huizen zelf, het is zo'n soort hoefijzervorm. Het zijn zo twee halfopen bebouwingen aan elkaar gebouwd met zo'n uitbouw van achter. Dus er zijn wel binnendeuren, dus wij kunnen langs binnen bij elkaar binnen en buiten lopen. Ja. En dat gebeurt ook heel vaak. En de rest, dus heel de tuin, is gemeenschappelijk, wordt gemeenschappelijk gebruikt. En daar staan ook een paar schuurgebouwtjes in. Dus wij zitten nu in één gebouwke, dat heet het Heem. En dat is eigenlijk een soort werkkot. We hebben hier onze reeks De Dag geschreven. Sien heeft hier haar boeken ook geschreven. Er hangen hier nog dingen van haar boeken, post-its aan de muur en zo. En dat is een beetje van afhankelijk wie dat het wanneer nodig heeft. Als je zegt, ja, ik zou nu een keer een paar weken willen schrijven, en dan spreek je dat af. En meestal kan dat wel, meestal wordt dat niet dubbel gebruikt. En dan heb je nog een gezellig schuurken hier een beetje verder, dat heet het Boothuis. En dat wordt meer gebruikt voor in de winter, voor te gaan zitten of zo. Filmavonden doen wij daar ook regelmatig. En dan nog een schuur met werkgrieven en tuin ook verder. Dus al die gebouwen zijn dan echt wel gemeenschappelijk. Ja. Dat is wel super. Ja, luxe bijna, omdat je zoveel hebt. Ja. Welk zeker. Jaar was dat als je naar van dat huis dat je dat gekocht hebt? Het is nu 10 jaar. Dus in 2012 hebben we het gekocht. Ja. In 2012, 13 gerenoveerd, wat verbouwd. Van dit jaar is een jubileumjaar. We wonen hier 10 jaar. Ja. Ja. Nee, ja. Ik ben niet zo goed mee. Waren er dan al kinderen? Bij ons nog niet. Lieve ja. Nassine, wel, die hadden 2 kinderen... Ondertussen is er een derde bijgekomen. Hazel is de jongste. En Julie en ik hadden toen nog geen kinderen. En nu zijn we er ook aan begonnen. Dus nu hebben wij ook 2 kinderen rondlopen. Ja. Ja. Oké, dus dat is de locatie waar we nu zitten. Ja. We hebben al een paar zo interessante tips, denk ik, gehoord. Maar voor onze luisteraars en ik en Christophe ook nog een paar zero waste tips. Ja. Waar we ook even naartoe gaan. Ja, okay. En dat noemen we het herbruikbaar nieuws. Ja. Noemen we dat. Ja. Ja, het eerste puntje is iets dat, ja. Dat ik deze maand dat mijn oog opgevallen is. Is namelijk dat er de Brussels Beer Project, dus denk ik de gasten die altijd veel met lokaal materiaal allemaal bieren beginnen maken, en die hebben zich dit jaar op de Japanse 1000 knoop gesmeten. Aha. Dus ja, dat is een invasieve plant hier, dat echt als een plaag wordt gezien. Ja, ja. En zij gaan daar dus iets goed mee doen, zij gaan daar bieren van maken. De max. Dus ja. Dat vind ik. Hij staat hier, we kunnen hem straks gaan bezichtigen in de tuin. Heb hem. Ja, maar sinds kort, hij stond al in de buurt en je zag hem echt zo oprukken en dichterbij komen. En nu hebben we het ook zitten. En dat is inderdaad, dat is een invasieve plant, maar ook een dat bijna onmogelijk te verdelgen is. Ja. En ook bijvoorbeeld als je hem afmaait met een bosmaaier of met een grasmachine, als het nog kort is, vanaf dat er een klein stukje van 0,5 centimeter 2 meter verder vliegt, gegarandeerd, gaat dat ook beginnen. Dus dat is de reden dat zo'n ambetante plant is, waar ze geen blijf mee weten. Ja. Ja, voor de mensen die dat nog niet kennen, de Japanse duizendknoop is dus een exotische plant die naar hier is gekomen, die dus geen inheemse vijanden heeft, waardoor dat die hier blijft oprukken en inderdaad ook in Jonas zijn tuin. Blijkbaar door het bloemschikken, heb ik nu gelezen. Ja, misschien. Serieus? Ah, dat is een die daarvoor gebruikt wordt? Of, ja, dat, was, dat werd gebruikt als een stukje van bloemschikken. Ja. Ik weet niet, rond de bende zelf of zo. Ja. En zo zou dat hier in België of in Europa terechtgekomen zijn en ooit in de grond beginnen schieten. Damn you, bloemschikker. Ja. Ja. Schaam jullie. Ik zit niet met een Japanse duizenknoop in de tuin, maar wel met zo'n hagewinde. Dat is wel van hier. Ja. Maar dat is ook, als je een stukje wortel laat vallen, dat wortel trekt en dan schiet weer. Dat boekert ook, en dan boekert op je planten. Dat is natuurlijk, ik weet niet of ze daar al bier van maken, maar... Er is een Gentse plantenkenner, en ik ben zijn naam kwijt, maar die weet alles over kruiden en planten, en die heeft ook, en ik ben ook de naam van de gin kwijt, maar die stookt dus ook een gin met allerlei kruiden, waaronder volgens mij ook die in 1000 knoop. Dat er ook al in. Dat er ook al in zit, ja. Ook vanuit het idee van, als we er toch iets mee moeten doen, laat ons er dan iets nuttig mee doen. Dus, ze zijn er toch. Het schijnt ook echt niet giftig te zijn. Je kunt ook zo eten en het schijnt wat rabarberachtig te smaken. Jij bent zeker, hè, want ik ga dat straks doen als ik hier doodval. Nee, het schijnt. Ik ben mijn zin begonnen met het schijnt. Dat toch nog een keer opzoeken voordat ik dat in mijn mond steek. Oké, het tweede herbruikbaar nieuws komt eigenlijk van een luisteraar. Ik heb in de vorige aflevering gevraagd, een oproepje gedaan, van zijn er ook mensen in België die investeren, zoals Mike Conan Brooks in Australië,
Die dus investeren in gronden om die om te zetten naar biodiverse natuur, biodiverse landbouw of regeneratieve landbouw. En een luisteraar, ze noemt Marijke, heeft ons gemaild. En ze schrijft, in het Pajottenland is er ook een grote investeerder aan de slag met het opkopen van heel veel gronden voor bio-akkerteelt. De investeerder zelf wil niet bij naam genoemd worden, want die is rijk waarschijnlijk. En die wil, ja. Maar ik ga de links naar die artikels die ze heeft gedeeld in onze show notes zetten. Maar ik wil er wel ook een dingetje uit voorlezen, want het is inderdaad al bezig, dat project, en het heeft al vruchten afgeleverd. Namelijk, de inspanningen die al werden gedaan rond ecologie en biodiversiteit door het inzaaien van bloemenbedden hebben al opmerkelijke resultaten gegeven. Er zitten opnieuw leeuweriken en kwikstaartjes. De oevers van de beek zijn minder steil gemaakt om dieren te laten drinken van het beekwater. En de gemengde stroken helpen ook erosie tegen te gaan. We lieten ook heel wat bijenkasten plaatsen. Aldus projectleider Koen Lammertijn. Voilà, dat is positief nieuws, vind ik. Ja, ja. Dat mensen gewoon zeggen, we kopen die grond en we gaan daar nu de natuur teruggeven aan de natuur. Dus ja, dank u wel, Marijke, voor dit herbruikbaar nieuws. Ja. Dat is trouwens iets waar wij ook mee bezig zijn. Dus toen we de tuin hier kochten, nee, toen we de huis en de tuin hier kochten, dat was een redelijk strak aangelegde parktuin. Ja. Dus er stonden heel veel heel mooie populieren, maar dat was allemaal met zo, ja, een groot gazonpark en zo gemillimeterde buxushagen en rhododendonstruikjes en zo. En dat zag er wel schoon uit, maar dat was niet echt onze stijl of onze smaak. Plus dachten wij ook van, ja, je kunt hier naar biodiversiteit veel toffere en betere dingen mee doen. Maar we hebben wel 7 jaar geleden iets heel traumatisch moeten doen, omdat die populieren die hier stonden, die waren meer dan 80 jaar oud. En sinds dat we het gekocht hadden, op drie, vier jaar tijd, waren er 4 van die knakkers omvergevallen. Maar dat zijn bomen van 6-7 ton. We zitten hier langs een drukke baan ook. Onze huizen stonden ook onder die populieren. En dan hebben we 2 boomspecialisten laten komen. En de eindconclusie was dat het eigenlijk niet meer verantwoord was om die te laten staan. Hebben we een kapvergunning aangevraagd. Dus zeer tot onze spijt zijn die bomen gerooid, maar we hebben toen wel bomen heraangeplant. En dan hebben we echt met zicht op biodiversiteit een hele, hele variëteit aan vooral inheemse bomen aangeplant. Dat is een houtkant geworden langs de kant van de straat. En we doen nu ook aan maaibeheer, dat je zo sinusmaaibeheer, dat je stukken gras lang laat opschieten. Ja, dat hebben we gezien. En, voilà, we gaan erover bezig. Ja. Ja, een speciaal robotje daar rondrijdt. Ah ja, dat robotje hier, maar het robotje maait nu rond de huizen, maar het grote grasperk kon die niet aan. Die werd er een beetje depressief van, die robot. Maar, en dat is wel tof om te zien ook, dat zijn eigenlijk, zeker aan maaibeheer, dat is een heel kleine ingreep, maar je ziet dat heel snel resultaat van in je vegetatie, in soortenrijkdom aan insecten en dergelijke. En je hoeft daar geen heel grote hof voor te hebben. Gewoon als je stukken laat opschieten en 1 of 2 keer in het jaar met een bosmaaier kort zet, dat geeft een enorm verschil naar soortenrijkdom. Ja. Ja, het is ook heel groen als je... We zitten hier recht op een schoon park te kijken. Ja, ja, ja. Een echt bos, hè. Ja, een beetje controlled chaos, als in van de natuur, het gaat zijn gang, maar het is wel gecontroleerd. Ja, je moet het wel beheren. Er is veel werk in een tuin. En ja, sommige soorten, gelijk bramen en zo, dat moet je echt gaan controleren. Of dat woekert over alles. We hebben ook juist zo'n heel grote bamboebos laten uitdoen. Ah, ja. die dat het aan het overnemen was. En... we hebben heel toevallig, de vorige eigenaars waren hier gisteren om wat te babbelen en die hadden foto's mee van vroeger. En in de jaren 20 van vorige eeuw, dus 100 jaar geleden, was die vijver gegraven. Maar dat was eigenlijk gewoon een soort grasveld met een paar jonge boomkes op en dan een vijver. Maar dat zag er helemaal niet uit, gelijk dat nu eruit. Nu is dat echt een soort bos geworden. Ja. Ja. Allee, ja, dat is alles eigenlijk wel een beetje een win wat de tuin betreft, denk ik. Ja. Maar we gaan over naar onze win en fail, waarmee gaan we beginnen? Ja. Win. Ja. Ja. Ja, Jonas, dus in elke aflevering vragen we aan de gast of die een zero waste win heeft om met ons te delen. Ja, ik heb erover nagedacht en ik ben uitgekomen bij... ik ben nogal allergisch aan voedselverspilling.
En daar probeer ik ook echt op te letten. Ik zeg niet dat dat altijd even goed lukt. Maar bij mij is daar ook een hiërarchie in. Van, oké, als je een halve krop sla die verlept is, die je moet weggooien, dat is jammer. Maar een halve biefstuk, dat gaat hier bijvoorbeeld nooit... We eten al niet heel veel vlees, maar vlees- en visverspilling staat helemaal bovenaan van hoe erg dat ik dat vind. Dus we proberen dat heel hard te vermijden. En nu ben ik ook begonnen... vorig jaar ben ik een beetje begonnen met zelf brood te bakken ook. En ben ik ook begonnen met broodpudding. En dat is heel tof. Ik had dat nog nooit zelf gemaakt, broodpudding. Maar ik merkte gewoon op een gegeven moment van ja, we ook met nu kinderen die erbij komen enzovoort, er wordt meer brood gegeten dan vroeger, maar we smeten ook heel veel weg als het brood oud was geworden. En dat vond ik zonde en dan dacht ik van oké, ik ga daar een systeem in steken dat ik dat ga bijhouden en er broodpudding van maken. Dus dat is maar een kleintje denk ik, maar dat is wel iets dat ik plezant vind en dat ook helpt tegen voedselverspilling. En dan ga ik regelmatig ook aan de buren een halve broodpudding geven. De buren hier? Hier, ja, lieve Nassine, ja. Kinder, ja. Ja. Oké, Christophe, heb jij een win? Ja, het is een indirecte win. Dus mijn telewerk, ik kom daar heel traag uit. Hè. Ik doe nog maar één dag in de week dat ik naar kantoor ga. Want ik heb een dag geswitcht, waardoor dat ik nu aan de Zero Waste winkel passeer, waar ik het meest ga, niet op sluitingsdag. Dus ja, vanaf nu passeer ik daar meer. En dus kan ik weer een paar dingen dat ik ondertussen was overschakeld terug naar met verpakking kopen. Dat ik nu weer beslis van die producten koop ik vanaf nu zonder verpakking. Okay. Dat is een heel kleintje. Nu. Goed voor de Zero Waste winkels, want ze hebben het moeilijk. Hè, ja, is het waar, hè? Terug, ja, omdat dat lokale handelaars zijn natuurlijk. Maar ook omdat ik denk dat er meer en meer op gesprongen wordt op het Zero Waste verhaal, waardoor dat zij niet meer uniek zijn. Ja. Door grotere bedrijven, door supermarkten en zo. Wel, een nicht van mij, die dat is een beetje een gelijkaardig verhaal, die werkte bij Oxfam. En die zei ook van ja, de supermarkten beginnen nu zelf hun eigen Fairtrade huismerken in de rek te zetten, wat dat eigenlijk goed is. Maar ze zei ook van ja, als Oxfam voelen wij wel dat dat eigenlijk ook een vorm van concurrentie is, wat dat oké is als het over Fairtrade gaat. Maar inderdaad, ja, vanaf dat mensen dat concept ook gezien hebben, dan wordt dat moeilijker. Hè. Ja, want ik denk wel, de mensen, ik ben misschien extreem, maar ik zou echt wel blijven gaan, zoveel mogelijk, en dan van aan mijn winkel. Mm-hmm. Maar het is, niet iedereen is gelijk mij, of heeft daar geen tijd voor, dus dan is het inderdaad goed dat zo'n dingen in de supermarkt zitten. Maar aan de andere kant gaan die mensen die nu al naar de supermarkt gaan, nooit lokken in de afval aan mijn winkel. Dat is zo. En ik denk dat zo het gemak, inderdaad, dat is een hele belangrijke factor. Dus ikzelf, ik koop mijn eten niet in afvalarme winkels. Ik weet er één in zijn, maar ja, dat is gewoon te ver voor ons. Waarschijnlijk ook, nee? Dat is de bekendste. Het zal een dienen zijn, ja. Maar ik ben er nog nooit bij geweest. Dus, Ik moet er een dichter maken, en die is helaas gesloten tijdens corona en hing het niet meer. Ah ja. Ja. Op zijn Baasplein, ja. Oh, dat weet ik zelf niet. Kijk, ik ben al niet meer mee. Ja, hij woont niet, voor de duidelijkheid, Veerle woont niet in Gent. Hè. Ja. Meer, ja. Ik heb ook nog een win. Het is als volgt. Ik heb in de vorige aflevering wel gezegd dat ik naar een fietsworkshop geweest ben om mijn fiets te kunnen herstellen, maar er was toch iets aan, namelijk het slot. Ik heb zo'n kettingslot, ik weet niet hoe dat noemt. Zo aan uw band zit er zo een golfje en je moet daar je ketting in steken, dat naar beneden duwen. De nieuwe sloten zijn allemaal zo. Maar dat ging niet meer toe. Mijn ketting bleef daar niet meer in zitten. Dus ik ga naar de fietsenwinkel en daar probeert daar iemand dat te maken. Hij zegt, lukt niet. En ik ga al in het magazijn om een nieuw slot te gaan halen. En hij zegt, ja, dit nieuw slot gaat €50 kosten. Ik zeg, oh, zoveel. Nee. En dan denk ik, ja, maar Ali, dat is toch stom dat dan na 2 jaar, want het slot is nog maar 2 jaar, al kapot is. En dan zei hij, ja, want er is nog een technieker. En de technieker komt af, een jong gastje, alleen jonger dan mij, denk ik. En die wou het maken. Ja. Die wou het echt maken. En die begon dat. En die begon met wc-papierstukjes en wat is het allemaal. En begon met van alles in mijn slot te duwen.
En ik zei, ja, moet je dat thuis dan ook doen als dat kapot is? Is dat de manier dat maakt? Jij mocht dat niet doen. Ik mag dat doen, zeg je zo. En dan, ik zei, oké, het zal wel lukken, het zal wel maken. Ik zag dat zo ook in dat magazijn een pet hangen van Henk Rijkaard. Ik zag, ja, het is een maker. Ja. Ja, ja. Ik kijk naar de koterij. Ik had zoiets van, het gaat opgelost raken. Ja. En het was zo, op een bepaald moment was het opgelost. Moet je maker zijn? Moet je maker zijn? Maker. Ik dacht dat je maker moet zijn. Maker, ik zeg ook maker. Maar ja, wij zijn hip en happening. Hè? Ja, sorry. Ja. Ik weet, ja, of het makerbeurs of ja, whatever. Maar dus die gast wou het echt maken. En dan was het gelukt. Zo, maken. Maken. Dus ja, dat moet wel consequent zijn. Met veel trots gaat hem zo naar... Allee, toont hij zo dat het weer werkt. Maar ik had het eerst niet gezien, dus hij moest het een tweede keer... Want ik was ondertussen met die andere mensen aan het babbelen over dat nieuwslot. En dan tweede keer toont hij het nog een keer. En het was gemaakt, mijn slot was gemaakt. Dus ik moest dat nieuwslot niet kopen. Ook al had een ander nog gezegd dat ik 20% afslag kreeg. Ja. Moest het niet kopen. En dan zet hij een maker dan. Ja, kijk, nu heb ik wel een verkoop gemist. Maar jij kunt terug naar huis met een gemaakt slot. Ik moest niks betalen. Ja. Dus voilà. Dat was eigenlijk een beetje een win, want ik had bijna iets nieuws moeten kopen. Terwijl dat niet nodig was. Ja, dat was andere weggespeeld. Ja. Het ding wat er gebeurd was, dat was eigenlijk mijn fout, denk ik. Ik had er met wat olie op gezeten en dat mocht het dus niet doen. Ah, oké. Ik had het verstopt. Ja, oh ja, je had ook verschillende soorten olies. En, ik heb in de workshop... heeft mij wel dingen bijgeleerd, maar nog niet alles. Ja, de koek soms. Ja, slot. Ja. Maar ja, dus ik kan nog niet alles zelf maken met mijn fiets, jammer genoeg. Ik had toevallig ook zo'n wijnkanon gedacht. Gisteren toevallig gebeurd. Effectief, ze twee frieke jonge meisjes die daar zullen. Het was een cijferslot. En dat bleef hangen. Ah, ja, dat bleef hangen. Ja, ze hadden twee fietsen stonden aan elkaar. Was ze vrij zielig, die waren naar de winkel geweest. En ik probeerde de eerste keer, het lukte ook niet. En ze ging al naar haar mama bellen, die dan een klein eindje met een auto ging rijden. En mijn schaar ging afkomen om dat slot door te knippen. En dan heb ik het toch gevonden wat we moesten doen om dat open te krijgen. En wat was het dan? Jawel, ja, ze zei met het cijferslot wat het was. En ik had alleen maar de gemakkelijk bougeerbaar. Maar aan één had ik nog niet gedraaid. En die had ik zo'n keer 360 graden gedraaid. En het was een dien die niet volledig pakte, blijkbaar. En dan, hup, ging dat open. Allee, zo heldhaftig. Wow. Ja. Ja, vooral winnen. Ja. Ja, met de juiste muziek onder moet dat vrij heldhaftig geweest. Ja, als je gesponteerd wel. We gaan nu naar het negatieve nieuws, de fail. Zero waste bill. Beginnen we weer bij Jonas? Ja, is goed. Gisteren met een auto gereden en de benzinetank was leeg. En in plaats van te tanken, heb ik de auto weggesmeten en een nieuwe gekocht. Dat is niet waar. Ik had denken, ja, ik wou gewoon een keer de blik in jullie gezicht zien als ik dat soort verhaal zou vertellen. Nee, dat is niet waar. Maar ik heb zo wat zitten denken, maar ik denk dat ik het gewoon niet te ver moet zoeken. Wij zitten met twee heel jonge kinderen, eentje van 0 jaar, eentje van 1 jaar. En wij gebruiken wegwerppampers. En ik weet dat dat absoluut niet goed is en dat de alternatieven voor zijn herbruikbare luiers enzovoort. Maar wij doen dat niet, dus wij zijn die klootzakken die dat allemaal in een restafval gooien. En dus dat merk je enorm ook aan uw, gewoon het volume van uw restafval, die pampers. Dat is, ik denk dat ik niet overdrijf als dat bijna de helft is van wat wij buiten zetten. En ik heb ook geen deftig argument ter mijn verdediging. Het is gewoon echt uit luiigheid en gemakzucht dat we die alternatieven nog niet bekeken hebben. Dus ja, voilà. Sorry. En denk je dat het misschien een keer gaat bekijken of gaan... Ik zou nu kunnen zeggen ja. En dat zou heel sympathiek overkomen. Er is nu een herbruikbare luierenwinkel vlak bij ons. Ja. Dus misschien moet ik wel een keer de moeite doen om daar langs te gaan. Want die gaan ons ook advies kunnen geven. Ja. Ik moet mij misschien eerst al een keer gewoon gaan informeren en dan kan ik nog beslissen. Maar zolang dat je dat niet doet, ga je toch bij die wegwerpluiers blijven. En, voilà. Dus. Ja, dat is wel intensief, denk ik. Maar ik denk dat er inderdaad wel alternatieven zijn van de alternatieven die de tijd besparen. Ah, ja. Maar ik heb geen ervaring om te kijken. Ik weet niet of het bestaat, maar ja, mijn dochter is 9 en toen, 9 jaar geleden was ik daar ook helemaal nog niet zoveel mee bezig. Ja, ja. Ja. Ik had wel in mijn omgeving een paar mensen die zo zeiden, doe je dat nog niet, waaronder velen, denk ik.
Maar ik weet dat er toen een maat van mij bezig was in Gent, met, want hij was ons ook aan het proberen te stimuleren. Hij zegt van, allee, als we dan nog wat meer doen, gaat dat lukken. Van een soort systeem met bakfietsen, die overal de vuile luiers gaan ophalen en weer proper brengen. Kakfietsen eigenlijk. Kakfietsen. Ja, ja, de kakfiets, ja. Bestaat dat? Nee, maar dat is wel een goede naam. Ja, toen zat hij bij een initiatief die het aan het proberen opstarten was, maar hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan. Dus ik weet niet of dat nu uiteindelijk ook werkt of niet in Gent. Ja, ja. Ja, misschien dan de luisteraar die nu luistert. Ja, in de steden moet dat dan toch echt breed gedragen binnen worden. In Leuven is het al, hè, dat er... Ja, want inderdaad, dat is niet vergelijkbaar. Hoeveel afval dat hebt, als je dat wel of niet doet, dat neemt een groot deel in. Ja. Daar herinner ik mij ook nog. Mm. Ik stond daar, ja, en ik heb mij al veel afgevraagd, nu zoveel jaren later, hoe principieel ik daar nu zou in zijn. Ja. Want nu ben ik daar, onder andere door met die podcast bezig te zijn, veel meer in. Ja. Want zo gelijk een vliegtuig niet pakken is mij wel gelukt, zo ik weet niet hoe lang. Ja. Maar dat is zo ook. Ik vraag me nu uit af wanneer ik dat wel nu weer ga doen. Want dat is al altijd, dat is nog nooit zo. De laatste keer dat ik het heb gepakt was het voor het werk. Ja. En ja, dat vraag ik mij ook af, hoe principieel dat nu door je verandert, ja, dat weet ik niet. Mm, yeah. Ik zal naar mijn fail gaan. Ja. Ja, ik had dringend mijn camera. Allee, ja, ging samen met mijn schoonbroer zijn werk ging ik een filmpje maken en ik ging het filmen doen. Een weekendje gaan filmen, echt. En dus ik had al gewoon mijn camera mee, niet zoveel gerief. Eén reservebatterij en één reserve SD-kaartje, zo ook dat mee is altijd. En ik vond mijn SD-kaartje niet, mijn extra SD-kaartje, dus ik had er wel één. En dan toch eentje gaan halen. Hè. Dus ervan verschoten, ondanks de crisis, dat sinds de laatste keer dat ik een SD-kaartje heb gekocht, dat wel toch goedkoper is geworden, ten opzichte van toen. Dat was een positieve verrassing, maar ja. En uiteraard, wat is er dan gebeurd? Ja. Ik heb die in tweede dan toch nog gevonden. Oh, nee. Ja. Ja, ik heb ook geen reserve nodig gehad dat weekend. Dus, ja. Ja. Oh, maar ik zoek wel nog een. Ik heb er nu drie. Mijn fail was een beetje op het werk. We hadden een kleine receptie voor iemand zijn verjaardag. Mm-hmm. En er was iemand om... Het ging sowieso non-alcoholisch zijn, want dat was iemand die niet dronk. Mm-hmm. En er ging ook chipjes en al zijn. En het ging allemaal veggie zijn. Maar hoort al aankomen. Ik dacht, ja, het is allemaal veggie. En toch zat er zoiets in. Ik smaakte zo'n chipje en ik zei, dat smaakt een beetje rokerig. Is dat niet mijn ham? Nee. Allee, ik wilde niemand blamen, want ze dachten allemaal dat het veggie was. Ja. En de volgende dag zie ik die in een zak liggen. En het staat echt met bacon en het was met stukjes ham in. Ja. En ik voel me daar natuurlijk schuldig voor, dat ik dus als vegetariër alweer een keer... Ja, maar ik denk dat elke vegetariër er wel meemaakt. Ja. Oh, ja. Ja. We hebben... maar de laatste tijd doen we dat niet meer, maar... voordat wij naar hier verhuisden, zo'n jaar of meer dan 10 jaar geleden, deden Julie en ik zo soms themaweken. En dat waren altijd een soort uitdagingen dat wij deden. Wat zo 1 week dat we zeiden van we gaan nu een keer een week lang ons energieverbruik proberen halveren. Een andere week was van we gaan een keer een week vegetarisch leven, want we zijn alle twee geen vegetariërs. Een keer een week veganistisch leven. Een week zonder schermen, zonder computer- of tv-schermen, behalve als het voor het werk is, want dan kun je soms niet anders. Nee. En dat was super tof. Maar ik herinner mij toen nog dat de veganistische week vonden wij heel moeilijk. Vegetarisch dat was geen moeite, dat lukt gewoon heel, heel makkelijk om vegetarisch te koken. Maar veganistisch, ja, ook omdat we het niet gewoon waren, je moet echt vrij opletten bij alles wat je koopt. Of, ja, voilà, wij waren heel die winkel aan het aflezen, al die etiketjes. Zo'n onnozel dingen, gelijk wij gingen zo'n brood meestal halen bij een Turkse bakker. En dan, het waar is gelezen, als er zo'n glanzend laagje op ligt, gaat dat waarschijnlijk met eieren zijn. Dus dan moesten we ook daar beginnen opletten. En uiteindelijk, we hebben wel lekker gegeten die week, maar ik weet wel dat dat... het was opletten, dus ik verschiet niet van het hamchipsverhaal dat inderdaad soms zo dingen voor maar is dat lang geleden? Vandaag de dag is dat echt dat logo vegan, zie ik nu wel altijd meer verschijnen. En dat is wel gemakkelijk. Ja, dat is meer dan 10 jaar geleden dat we die themaweken deden. Dus, Cool. Ja, dan gaat dat nog eens juist. Want de dag van vandaag vind ik het eigenlijk
allee, bij ons in de supermarkt zelf is 1/4 van alle zuivelproducten is echt veganistisch. Ah, ja. Allee, dat mag geen zuivelproduct genoemd worden, maar het staat er wel naast. Ja, dus, en dan denk ik ook altijd van, ja, veganistisch zijn is niet meer... Het is nog altijd een beetje, maar je moet niet meer elke keer naar de achterkant kijken. Ja. En we hebben ook geleerd dat de meeste kazen blijkbaar zelfs niet vegetarisch zijn. Nee, dat wist ik ook niet. Dat vond ik ook wel fascinerend. Ja. Goed, dat was onze win. Winnen veel van de maand. Mm-hmm. We waren al het begin vertellen over je huis. We gaan daar nu een beetje meer over verder op ingaan. Ja. Want je hebt het verhaal verteld hoe dat jullie hier zijn komen wonen eigenlijk. Mm-hmm. En heb je nu het gevoel dat je daar veel voordelen uit hebt gehaald? Ja, wij prijzen onszelf elke dag nog gelukkig dat we dat gedaan hebben, dat we die stap gezet hebben. Ook dat dat met Lieven en Sien is. En dat is voor ons toch een ongelooflijk positieve ervaring. En wij zien onszelf hier ook oud worden en liefst zo lang mogelijk hier kunnen blijven wonen met Lieven en Sien als buren. De kinderen gaan wel op een dag het huis uitgaan enzovoort. Maar dat is een hele fijne ervaring. Ik denk dat bij co-housing is het allerbelangrijkste gewoon dat je daar heel goed en grondig op voorhand over babbelt. En als je het gevoel hebt van dat er afspraken moeten gemaakt worden, moet je dat zeker doen of dat op tafel leggen. En daar niet te onbezonnen aan beginnen. Ook ieder mens is anders, dus het gaat altijd een beetje een evenwicht zijn om met verschillende mensen dan samen te leven. Maar er is wel een verschil, want voordat wij naar hier verhuisden, heeft Julie een jaar of 3 in Borgerhout ook een soort co-housing gedaan. Maar dat was eigenlijk een herenhuis in Borgerhout, een heel schoon groot huis, maar dat was wel aan renovatie toe, maar dat was echt vrij charmant. En dat kostte eigenlijk helemaal niet zoveel geld om dat te huren, maar dan daar woonden toen 3 mensen. Apart. Het waren allemaal singles en mensen die... het waren allemaal mensen die al werkten, maar die iets zochten in het Antwerpse. En de meesten wonen daar permanent, maar had er ook eentje die af en toe een keer een paar weken naar Nederland moest enzovoort. Maar dat was een heel andere vorm van samenwonen, omdat toen... Iedereen had zijn of haar kamer, slaapkamer apart, maar al de rest was wel gemeenschappelijk. Dus badkamers, woonkamer, living, het tuintje ook, het was zo'n koerke. En die vorm van samenwonen was ook heel tof. We hebben daar zeer graag gewoond. Er waren ook heel fijne, aangename, makkelijke mensen die daar woonden. Maar je had zowel... relatief weinig privé daar. Hè. Als je s'avonds in de zetel zit en er komt iemand anders toe en die wil in de keuken nog van alles doen, dus dan moet je wel altijd zo rekening mee houden dat je slaapkamer, daar gaat altijd op je gemak zijn als je even alleen wilt zijn. Maar in de gemeenschappelijke delen kan het altijd zijn dat er iemand anders... het kan daar soms druk zijn, het kan daar soms rustig zijn. En daar moet je gewoon bewust van zijn. En ook daar kunnen we wel zo afspraken over maken. Als er iemand een keer een feestje wil geven, dan moet je dat op voorhand ook zeggen. Zou dat erg zijn als we dienen zaterdag, als ik hier wat volk uitnodig enzovoort. In de praktijk ging dat wel allemaal. Maar het verschil nu is... Nu hebben we echt heel veel privé. Dus onze huizen zijn echt wel aan elkaar gebouwd, maar eigenlijk heeft ieder zijn eigen huis, eigen living, eigen slaapkamer, eigen badkamer enzovoort. En de tuin is dan wel gemeenschappelijk. Maar dat was ook iets dat we op voorhand veel over gebabbeld hebben. En dat Julie en ik hadden daar... Ja, schrik is niet het juiste woord, maar dat was wel een bezorgdheid van... Stel dat wij na verloop van tijd merken van ja, je bent hier niet op je gemak of je hebt het gevoel dat je altijd inkijk hebt of dat er hier altijd mensen kunnen passeren en bij elkaar binnenkijken. Dat was zoiets dat we niet op voorhand goed konden inschatten. Maar in de praktijk valt het allemaal geweldig mee. En zo, al die dingen waar wij ons toen zorgen over maakten, bleken niet terecht te zijn. Want wij zitten hier op ons gemak, we wonen hier super graag, we komen heel goed overeen met Lieven en Sien. Ik denk ook dat het qua karakter wat moet matchen. Lieven en Sien zijn heel
makkelijke mensen met wie dat je niet snel in een conflict gaat verzeilen. Geen grote ego's. Ik denk dat we dat over onszelf ook mogen zeggen, dat wij niet de moeilijkste mensen zijn. Dus in de praktijk gaat het allemaal vlot. En er is ook de afspraak van, als er iets is dat je stoort, spreek dat alstublieft uit. En dat is al een paar keer, dat gebeurt zelfs niet elk jaar of zo, maar het is al een paar keer gebeurd dat iemand zegt van ja, er waren weer vergeten, de deur van ons werkkot was niet op slot of stond open heel de nacht. En dus dat soort kleine dingetjes, die moeten gewoon kunnen uitspreken en op tafel leggen en dan kunnen anderen daar dan rekening mee houden. En ja, dat gaat allemaal heel vlot. Maar het is wel belangrijk dat je daar ook op voorhand over babbelt. Plus ook, in ons geval, dus wij hebben het gekocht, die huizen, moeten ook zo de zeer onaangename hypothetische gesprekken hebben van oké, stel dat wij op een dag echt vlammen en ambras hebben, om eender welke reden, hoe gaan we dat dan aanpakken? Hoe gaan we dat oplossen? Stel dat er iemand zou willen verkopen, hoe gaan we dat dan doen? Stel dat er, en dat zijn echt geen leuk gesprek, maar stel dat er een koppel uit elkaar gaat. Zo, je moet zo, en we hebben daar wel ook hulp bij gekregen van de notaris. Is dat er al veel ervaring in dat soort situaties. En niet specifiek co-housing, maar in dat soort dingen heeft. En ook dat zijn zo geen gezellige gesprekken, maar dat is ook belangrijk dat je daar op voorhand over babbelt en nadenkt en met elk mogelijk scenario een keer de oefening maakt van ja, hoe zouden we dat dan aanpakken? En dan weet je waar je aan toe bent als je in zo'n co-housing project stapt. Ik denk bij ons is het ook relatief simpel, omdat het zijn twee gezinnen, twee koppels die dat samen gekocht hebben. Maar een nicht van ons is in een co-housing gestapt, ik denk met 6 of 7 andere gezinnen, een heel groot project hier vlakbij ook in de buurt. En ja, dat zijn meer partijen om overeen te komen. Daar kan het ook niet anders dan dat er sneller mensen een keer gaan verhuizen, dat er nieuwe mensen bijkomen enzovoort. Dus daar gaan andere regels gelden, maar ik weet dat zij daar ook heel goed een huiswerk gemaakt hebben om daar met al die partijen goed over te babbelen. Dat zal dan nog langere gesprekken geweest zijn, want het was met nog meer mensen. Ja, ja. Plus ook, ze hebben heel veel, dat is een ander verhaal, ze hebben heel veel pech gehad om die bouwaanvraag goedgekeurd te krijgen. Er was blijkbaar een heel lastige buurt die dat project eigenlijk jarenlang heeft kunnen blokkeren. En nu, eindelijk dit jaar, gaan ze... Maar ze zijn er, ik denk, 7, 8 jaar of zo mee bezig geweest. Ja. En nu gaan ze er eindelijk kunnen intrekken. Dus ja, maar ja. En denk je dat zoiets samenwonen met een ander gezin, dat dat voor iedereen weggelegd is? In alle eerlijkheid, ik denk dat niet. Ik denk dat er mensen zijn die voor wie dat dan meer geschikt is om echt op hun alleen te wonen. Maar ik denk dat voor veel mensen die dat nog niet overwogen zouden hebben, dat er eigenlijk wel een interessante denkpiste is. Ik vind dat dat nog relatief weinig gebeurt, ik zal het zo zeggen. En ja, in ons generatie zie je dat wel stilletjes aan, dat dat een beetje aan het opkomen is. Maar het blijft nog altijd iets eerder uitzonderlijk dat mensen in een co-housing project stappen. Maar voor mij of voor ons zo het allergrootste voordeel is gewoon het sociale. Wij hebben gewoon door die co-housing te doen, een veel rijker sociaal leven. We hebben altijd buren die we super graag zien, die gewoon vlakbij zijn, want het zijn onze buren. En dat kan gaan van een heel stomme, praktische dingen, van je moet een keer rap even weg, wil je er even op onze kleine letten een uur kunnen. Of als je een keer een geweldige kutdag hebt en je wilt wat stoom aflaten, ja, dan ga je gewoon bij de buren langs en als het past, dan krijg je daar een glas wijn en mogen een keer ranten op de wereld. Dat gebeurt vaak dat wij hier s'avonds toekomen, dat er hier een kampvuurken is in een hof met vrienden van lieven en zien, en dan mogen wij ons bijzetten en omgekeerd ook. Dus het moet niet meer allemaal zo gepland zijn, uw sociaal leven. Soms gebeuren er ook gewoon dingen waar je dan bij kunt aansluiten. En dat vind ik het allergrootste voordeel. Wij zitten niet meer op ons eilandje als koppel of als gezinneke nu. Maar ja, je gaat gewoon vanzelf een rijker sociaal leven. En ik denk ook zo naar eenzaamheid toe, dat bij ons nooit echt een probleem zou kunnen worden. Als alles goed blijft gaan. Maar dat vind ik echt een fantastische plus daaraan. Ja, ik denk, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dat is inderdaad, dat is zeer goed tegen eenzaamheid eigenlijk.
Maar ik zat ook te pijzen, je spreekt over sociale dingen. Maar je zegt ook eerlijk dat niet iedereen, dat voor niet iedereen is weggelegd. Want niet iedereen die thuiskomt, wil sociaal zijn. Ja, ja, klopt. Ja. En daar denk ik... Want ik en mijn man zijn eens gaan kijken naar zo'n co-housing. Wel met meerdere, ik denk ongeveer 10 gezinnen of zo. Er was daar een plaats bij gekomen. We zijn een keer gaan kijken. En we hebben met die mensen gegeten. En dat waren heel toffe mensen. Mm-hmm. En heel vriendelijke mensen. Maar we voelden het niet. Ja. Mm-hmm. En we dachten ook, ja, niet als ik thuis kom, wil ik niet met die mensen nog babbelen. Allee, dus niet dat die mensen niet... Nee, ja. Maar gewoon, ja. Dat zoiets, ik voel het niet. Ja. Nee, dat klopt. Ja, als je in een co-housing project stapt, dan moet je er wel ook voor gaan, voor dat co-housing gegeven, met de vele voordelen, maar ook de nadelen die eraan verbonden zijn. Als je ergens een bouwproject met 10 woningen stapt, in een co-housing, en je sluit je op in je eigen woning binnen dat project, dan ben je niet aan het co-housen, dus dan denk van, dan is het misschien niet iets voor u. Dat kan ook zijn dat er mensen, dat zal ongetwijfeld vaak gebeuren, dat mensen daarin stappen en na een tijdje merken van, het ligt ons hier niet, en dan kun je nog altijd voor iets anders kiezen ook. Dus ja, inderdaad, dat klopt. Het zal zeker niet voor iedereen zijn, maar ik denk dat het voor meer mensen een goede vorm van wonen is dan die het nu al doen, eigenlijk. Ja. Mag ik je vragen, hoe dat dan notarieel, hoe dat je het hier verdeeld hebt? Is dat volledig alles van jullie beiden? Het is een ongelooflijk ingewikkeld kluwen hier. Ja. Omdat je zit... ik ga niet altijd technisch worden, maar de tuin is verdeeld in verschillende percelen die ook zo op het kadaster staan. Het privégedeelte van onze woning is, in het geval van mij en Julie, 100% ons eigendom. Bij Lieven en Sien is dat 100% hun eigendom. Maar wij zijn ook zelfstandig, dus Julie en ik hebben een zaak, Lieven en Sien hebben ook een zaak, en een stuk van de huizen, de bureaugedeeltes, staan dan op de zaak, dit hier ook, en de tuin en de gemeenschappelijke bouwsels, zoals de theem en het boothuis en de schuur, dat is een onverdeeldheid van de BVBA. Dus het is echt vreemd. De notaris heeft er heel zwaar op zitten zwoegen om dat allemaal geregeld te krijgen. Het is ingewikkeld. Ja. Maar niet elk project hoeft zo ingewikkeld te zijn als het onze. Ja. Nee, want is België, is dat ook nieuw voor België? Allee, dat zo de notaris nog, kunnen ze daar rap mee weg? Of is dat zo, oei, wat gaan we dat nu doen? Nee, ik denk op zich die wettelijke kaders, die zijn er wel. Hier lag het gewoon aan de situatie, namelijk twee koppels, private eigenaars, dan twee bedrijven ook, en het feit dat de percelen zo ingewikkeld waren, maakt het een beetje moeilijk. En het was ook zo nog iets, ik weet niet meer hoe dat juist zat, maar dus die actes moesten getekend worden, maar moesten in bepaalde volgorde, omdat eigenlijk als je de ene acte tekent voor de andere, dan waren eigenlijk wettelijk gezien, konden dat niet doen, omdat die andere pas 5 minuten later je eigen, dan ging dat was zoiets vreer. We hebben ook iets funny gedaan, dus hoe zat het nu weer? Ja, jullie zijn ook binnengekomen langs de poort. Ja. En om van daar naar ons privégedeelte te geraken, moeten wij over een stuk perceel van Lieven en Sien en van de BVBA's, ook van de bedrijven. Dus moeten daar in uw akte ook iets zetten over erfdienstbaarheid, dat je met je auto of je fiets over andermans grond naar uw privéstukje kunt. En wij hebben daar voor de grap een looping in getekend. Dus geen looping die over kop gaat, maar zo een krol eigenlijk. Hè. Dus die is hier in werkelijkheid niet, maar op het plan staat dus dat wij met een auto een rondje moeten rijden om tot bij ons te geraken. Nee. En de notaris vond dat ook wel vrij grappig, dat we dat zo opgelost hebben. Ja. 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 Maar dat is misschien al een van de nadelen dat je kunt opnoemen aan co-housing, is het papierwerk. Ja, dat zal een beetje ingewikkelder zijn dan een klassieke aankoop van een woning. Dat is wel zo. Maar dat is niet onoverkomelijk. Dat is ook eenmalig. Hè. Je moet daar ene keer goed over nadenken en je goed in laten adviseren. En dan komt dat wel goed. Ja. En zijn er nog nadelen waar je aan denkt? Of hier misschien niet? Want je vindt... Allee, goh,
Ja, zo bijvoorbeeld, ik zie dat er hier een laadpaal is voor de elektrische wagens. Bijvoorbeeld, ja, de stroom daarvan. Ja. Dat is dan toch ook zo weer zo'n detail dat je moet... Ah, wel, ja, ik kan juist zeggen dat... dat is ook iets dat gedeeld wordt trouwens, de auto's. Dus ik ga niet zeggen dat wij weinig auto's hebben. Eigenlijk, wij, de wagenpark hier, is dat hier, hè? We zijn maar 4 volwassenen en er staan 3 wagens. En van welke bedrijven zijn die dan? Wel ja, dus Julie en ik hebben één auto, dat is die grijze Toyota die daar staat. Ja. Er is een Volkswagen Beetle, dat is van Lieven en Sien. En dan de elektrische auto die hier staat, die is bedoeld als gemeenschappelijk, maar in de praktijk is het voor alle Lieven die ermee rijdt, omdat hij de meeste verplaatsingen maakt naar optredens en dergelijke. Maar inderdaad, ja, dus... dat is ook iets dat... ik ga het ook niet te technisch maken, maar in ons geval is... het zijn 3 huisnummers en alle 3 de huisnummers hebben een aparte meterkast voor gas en elektriciteit. Maar al de gemeenschappelijke delen die zitten op onze meterkast. Dus er is wel... dus van Julie en ik. Dus er is wel een aparte teller ook tussen ons en teller en hier. Maar waar wij nu zitten, de elektriek, ook van die laadpaal, dat is allemaal, dat komt op ons elektriciteitsfactuur. Dus dat moeten we wel zo'n beetje bijhouden van... dus in het geval van die een auto die hier oplaat, wij weten ongeveer hoeveel kilowattuur dat die een oplaat. En dan moeten we gewoon ook afspraken over maken. Dus nu, want ik heb toevallig 2 weken geleden zo'n keer van de voorbije jaren zo een keer alles schoon opgeteld en uitgerekend van verbruik, omdat we dat onderling een keer moeten vereffenen. Dus dat is een beetje puzzelwerk, maar dat hangt ook af van co-housing tot co-housing. Ik denk, en meestal, zeker als het nieuwe projecten zijn, heeft iedereen gewoon zijn of haar meter en de gemeenschappelijke deel. Daar zijn dan afspraken over. Dat is in appartementsgebouwen ook. Dus dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als hier. dus dat is ook een beetje... tellen. En ook, wat dan een belangrijke is, vind ik, je moet er oké mee zijn, dat gaat nooit tot op de euro correct zijn. Hè? Nu maken wij zo ook een inschatting van, ja, Lieven heeft misschien 90% van de tijd de elektrische auto gebruikt en wij 10%. In werkelijkheid kan dat ook 80-20 of 95-5 zijn. Dus als je dan die elektriciteit... kosten doorrekent, dat gaat nooit tot een euro juist zijn, dat gaat ook niet. En dat moet ook wel oké mee zijn, dat zo, als er gemeenschappelijke kosten zijn enzovoort, je moet dat niet tot op de laatste cent willen uittellen. Een beetje geven, een beetje krijgen. Voilà, ja. Ja, ja. We hebben over energie gesproken. Er zijn mensen die ook effectief gaan co-housen omwille van energieverbruik te minderen, eigenlijk, omdat het deelt. Dus om ecologische redenen. Ja. Was dat ook een van de redenen eigenlijk dat jullie, of is dat een van de redenen geworden? Dat was niet de hoofdreden, maar wij hebben wel gekozen om die verbouwingen hier, om dat grondig te doen, want die huizen die hier stonden waren in een zeer slechte staat. Sommige waren hadden zelfs geen deftige fundering, was gewoon los op de zavel gebouwd. Dus we hebben dat grondig gerenoveerd, deftig geïsoleerd en zo. We hebben direct ook zo zonneboilers geplaatst. En sinds een jaar of 2 zijn er ook zonnepanelen. Dus ik denk dat de energiekost was 10 jaar geleden ook nog niet zo dramatisch hoog als dat die nu is. Dat was niet het doorslaggevende argument. Maar we hebben toen ook wel zo de opties overlopen van wat willen we doen. We hebben zelfs zo... ja, warmtepompen in de grond overwogen, maar dat was toen ook nog niet zo evident. Maar dat is ook een dat we binnenkort gaan doen. Ik denk binnen 2 weken komt hier een... omdat we nog een kleine verbouwing plannen in het middelste gedeelte van het huis, kun je in Gent gratis een energieconsulent laten afkomen. Dus die komt dan langzaam, die kan samen met u in het verbouwingsproject
nadenken over wat zijn nog ingrepen dat je kunt doen om je verbruik naar beneden te halen. Dus dat is wel een interessante tip. Dat zal niet alleen in Gent zo zijn, dat zal op meerdere plekken wel zo zijn. Dus dat is wel interessant om voor mensen die met verbouwingen bezig zijn of erover nadenken, om dat ook een keer te checken. Was dat jullie eerste ding dan, echt samen, de verbouwing zelf? Ja, en om het nog ingewikkelder te maken. Julie en ik hebben 10 jaar geleden een hele verre en vooral een lange reis gemaakt. We hebben een jaar in het buitenland gezeten. Dat was tijdens onze verbouwing. Ah. Dan kan ik iedereen afraden om te verbouwen terwijl hij in het buitenland zit. De bouwplannen waren wel ongeveer klaar toen dat we vertrokken. Maar ja, wij waren er niet om dat op te volgen. En dat is helemaal niet zo evident. Gelukkig, mijn pa heeft heel veel opgevolgd. En ja, Lieve Nancy natuurlijk ook. Dat was ook nog niet evident. Ja. Ja, want qua die tijdlijn ook nog even juist, want ik heb jullie een beetje gevolgd. Zo, met wat synchroon dat zat van de neveneffecten. Dat was dus juist 2012, 2014, dacht je, dat was het moment dat we jullie meer dingen apart zagen doen. Ja, klopt. Ja, wij hadden in 2011 hadden we nog Basta gemaakt. Ja. En het jaar nadien was een overgangsjaar. En dan zijn Julie en ik beginnen reizen. En als wij terugkwamen, hebben we het eerste seizoen van De Ideale Wereld mee opgestart. Ja. Dat was die periode. Ja. Maar dan hebben wij een jaar in Australië en Nieuw-Zeeland rondgereisd. Ik ging bijna zeggen dat wij toen ook zuinig leefden. Dat was ook wel zo, maar wij hadden wel zo'n een camper vanuit 1970 of 1977 dat benzine zoop van kan niet meer. Dus zo'n zuinige reis gaat dat niet geweest zijn. Ja. 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 Je werd zo bezig daarvoor over die energieleverancier of zo. Mm-hmm. Was dat nog, denk daar nog iets? Ah, ja. Ja, nee, dat gewoon ook dingen zijn die je moet afspreken op voorhand. Dus met dat soort zaken te maken krijgt, gemeenschappelijke kosten en dergelijke, maar dat is allemaal niet onoverkomelijk. Ja. 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 We hebben een paar vragen gehad, van, ook van mensen die in zo'n grotere co-housing systeem mm-hmm. wonen. Mm-hmm. Ik heb trouwens even mij wel voorbereid ook. Ik heb hier op de website van samenhuizen.be, u misschien bekend. Ja. Want voor de luisteraar is ook de site om naartoe te gaan, denk ik, als je info zoekt over co-housing en co-wonen. En daar heb ik zo gezien dat je dus verschillende soorten co-housing hebt. Co-wonen, hè, dus een autonome woonst met gedeeltelijke ruimte. Ik denk dat jullie dat een beetje hebben. Dat zal inderdaad... Het gaat geen gedeeltelijke binnenruimte? Nee, dus... Deze dit wel. Zuur dus. Wel. Voilà, ja. En dan heb je ook co-housen, dat is dan een autonome woonst met gedeelde binnenruimte. En ik denk dat we daar, van zo'n mensen die daar wonen, een paar vragen hebben gekregen. Mm-hmm. En dan heb je ook huisdelen. Dat is echt gelijk dat Julie eerst deed. Ja. Dus in één huis met verschillende... Gelijk studenten, maar of jonge gezinnen in één huis. Alles delen eigenlijk. Ja. Oké, okay, we gaan eens luisteren naar de eerste vraag die we binnen... Je gaat het horen. Ja. Ja. Van wie? Van? Van Evelien. Evelien. Okay. Evelien, ja. Hallo, ik ben Evelien en ik woon sinds een paar jaar met mijn gezin in een co-housing project met 22 woonunits, gezinnen en alleenstaanden van verschillende leeftijden. We zijn in totaal met iets meer dan 60 personen, waarvan ongeveer 1/3 kinderen. We hebben elk onze eigen compacte woning, privé terras en we delen met onze buren een grote tuin en een gemeenschappelijk gebouw en er zijn gastenkamers. Nu, ik herinner mij dat wij in onze infosessies destijds zeiden dat het ideale co-housing project zou bestaan uit 8 tot 30 woonunits. Niet te klein, maar ook niet te groot, zodat je toch een goed contact kan hebben met alle buren. Is dat iets wat jij ook zou zien zitten, een groter project? En welke voor- en nadelen zou dat volgens jou dan kunnen hebben? Ja, denk ook dat is iets dat enorm van mens tot mens gaat verschillen. Ik zie mezelf minder snel intekenen op een groot co-housing project met zo 20 tot 30 woonunits dat is eigenlijk een halve wijk. Ja. ongetwijfeld, je moet ook niet met al die gezinnen even goed overeenkomen of dezelfde klik hebben enzovoort. Dat is een utopie, denk ik. Maar ik denk
dat ik misschien zelf iets minder snel op mijn gemak zou zijn dan als dan nu is het gewoon met twee gezinnen. Bovendien mensen die... Hey, Lieven ken ik al heel mijn leven, dat is een kozijn van mij. Dus dat is wel anders. Maar nog altijd denk ik van... Ik zou liever in een co-housing, zelfs al is een grote, liever in een co-housing stappen dan gewoon op mijn alleen te gaan wonen met ons gezinnetje en op ons eiland te zitten. Maar ja, het lijkt mij... Ik heb nog nooit die ervaring gehad. Dat lijkt mij ook wel leuk, maar ik denk gewoon dat een andere vorm is en dat je ook meer afspraken moet maken dat je daarvoor moet openstaan. Er zullen mensen zijn voor wie dat zo grotere projecten meer op hun lijf geschreven is. Ik denk ook dat wel heel tof kan zijn als je met jonge kinderen zit, maar ook ze vertelt dat het daar met verschillende leeftijden is. Dat is ook iets dat ik wel een grote voorstander van ben. Ik vind dat toffer dat zo alle generaties in zo'n co-housing zitten, dan dat je zo met één generatie, zeg maar dertigers, zoiets uit de grond stampt en samen oude mannetjes wordt. Ik vind dat dan leuker dat die generaties vertegenwoordigd zijn in zo'n co-housing. Ja. Dus ik zie het mijn eigen niet direct doen, maar ik denk dat wel voor veel mensen een heel toffe woonvorm kan zijn. Ja. Okay. Dus mogen wij zo één voorbeeld weten van afspraken die jullie hier zo hebben, dat is echt van, ja, dat is zo echt zo'n regel hier? We hebben dat ooit geparafraseerd als je moet op eender welk moment in je bloot en in je living kunnen rondlopen. Nu, ja, je kunt binnenkijken bij elkaar, dus dan moet je maar je gordijnen toe doen. Maar zo, dat wil eigenlijk zeggen dat je wel je privé, dat wel belangrijk is. En in de praktijk wil dat gewoon zeggen, van als het niet uitkomt of je hebt goesting om wat alleen te zijn of om niemand te zien, dat ook kan, moet kunnen. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste afspraak dat wij gemaakt hebben. Maar ook in de praktijk wijst dat toch zijn eigen uit en lukt dat wel allemaal. Maar bijvoorbeeld, ikzelf en Lieven ook, en Sien eigenlijk ook, wij zijn opgegroeid op de buiten, waar dat ook normaal is dat mensen gewoon een keer binnenspringen en langs de achterdeur kloppen en hallo en goeiedag en een koffie kunnen en een koekje krijgen en dergelijke. Julie is opgegroeid in de stad, waar dat absoluut niet zo was. Ze woonde op een appartement in Berchem. En die is dan niet gewoon van mensen die zo spontaan binnenspringen. Dus dat was voor Julie dan wel zo'n soort aanpassing van ja, hier kan dat wel gebeuren. We hebben veel familie ook in de buurt wonen. Mijn broer woont hier op een paar honderd meter verder. Mijn ouders sinds kort nu ook. En dat was wel zoiets dat ze even aan moest wennen. Maar dat ligt dan niet aan de co-housing, maar eerder dat onze familie dat zo wat gewoon is en dat ook kan gebeuren. Maar ook daar kunnen we wel afspraken rond maken en dergelijke. Maar ik denk dat beter is, gelijk in ons geval. We hebben er op voorhand veel over nagedacht, veel over gebabbeld. En in de praktijk was het allemaal makkelijker dan dat we gedacht hadden. Maar ik denk dat het beter zo is dan omgekeerd, dat je ergens instapt en denkt van oei, ja, nu, ja, ja, voilà. Ja. Want dat is dus belangrijk, hè. Ik heb ook je grenzen kennen. Hè. Ja, zeker. En dat van een andere, want je zegt dat je ook deuren binnen hebt. Ja. Dat is zoiets dat ik zou vrezen van, ja, als ik dan alleen wil zijn en ervoor geklopt, dat nee zeggen is ambetant dan toch voor de ander om dat te horen. Allee, dat zou ik dan... Ja. Nee, dat klopt, maar ook dat... Dat wordt gerespecteerd. Ja, en je moet dat vooral... Dat gebeurt nu niet vaak of zo, want... Bij mij is het toch vaak. Ik zou vaak wel ja zeggen, terwijl ik nee wil zeggen. Dat denk ik dan. Ben ik bang voor om met zoveel mensen samen te gaan wonen. Het feit dat inderdaad dat iemand over mijn grenzen gaat. Ja. Ja. Maar daarom dat ook belangrijk is om dat wel uit te spreken. En als je gewoon zegt van de buurman, buurvrouw springt binnen, dat je gewoon kunt zeggen van oh, ik heb echt een ellendige dag, ik heb even goesting om alleen te zijn. Dat is ook geen waardeoordeel over nee, uw buur. Gewoon, dus dat kan gewoon gebeuren. En het is veel beter dat je dat wel durft uitspreken. Maar ja, bon, wij zijn... Lijkt dat je thuis je broer en je zussen...
daar durfde dat toch ook tegen zijn? Ja, ja, ja. Zo dicht moeten we wel bij elkaar komen dat je dan moest durven zeggen. Ja, 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 ja. Een beetje. Ja. 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 Ja, nee, dat klopt. Gaan we naar de volgende vraag? Ja. Dat is geen audiovraag. Nee. Het is een vraag van Benno. Heb je veel moeten vergaderen op voorhand? Dat heb je eigenlijk al beantwoord. En wordt er nu nog regelmatig echt zo vergaderd over de praktische zaken? Ja, er wordt nog vergaderd. En wij noemen dat met een zekere ironie de landheerzitting. Dus dat zijn... dat is ook niet op vaste tijdstippen of zo. Dat is gewoon als er een paar dingen moeten besproken worden, dat we zeggen van gaan we nog een keer een landheerzitting doen. En dan, we hebben zo'n online, dat is gewoon een Google-documentje, en daar kunnen dingen opschrijven die dan moeten gebeuren of die dan moeten besproken worden. En dat is tof, dat is ook, dat is niet zo'n saaie vergadering, dat is ook met een glas wijn of aan een kampvuur dat we even samen zitten. Maar dat is wel nodig ook, dat je op gezette tijden zo'n keer, je moet ook niet voor elke scheet gaan direct zitten vergaderen of zoiets. Maar bijvoorbeeld, we zijn hier zo'n een schuurje aan het verbouwen. Daar komt redelijk wat bij kijken, dus dat moeten we allemaal ook een keer afspreken en dergelijke. Dat gaat eigenlijk heel, heel vlot. Ja. Maar ik denk in andere co-housing vormen dat er wel meer nood is aan de structuur. Ik denk als je zo met 10, 20, 30 gezinnen gaat samenwonen, dan kan dat niet anders dan dat je dat wel op regelmatige tijdstippen moet doen. Ja. Ja. Ja, zelf appartementbewoners, eigenlijk geen co-housers zijn, die hebben ook, hoe zeg je dat? Bewonersvergaderingen ja, en zo. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh-huh. Heb ik al, zelf woon ik niet in een appartement, maar ik heb wel leuke anekdotes van de maat gehoord van zulke vergaderingen. Ja, dat vindt van mij ook wel. Ja. Wat ik mij wel bedenk is dat jij en Lief natuurlijk, we weten dat jullie zijn naast familie en vrienden van elkaar ook al van in het begin, zover dat ik weet alleszins, ondernemen jullie samen ook. Dus doen jullie, zetten jullie projecten op poten samen en werken ook samen en al. Dus dat gaat allemaal ook wel geholpen hebben, dat je ook zoiets een beetje zo kunt aanpakken, dat je die verschillende relaties in één relatie zo wat kunt combineren waarschijnlijk. Ja, dat is waar. We wisten al beter waar we aan toe waren toen we eraan begonnen, omdat we elkaar al lang kennen. Maar ja, Sien kennen we ook al heel lang. Ik denk dat Sien zowel het grootste praktisch of organisatorische talent heeft, denk ik, van ons vier. Nee, dat klopt. Dus we kennen elkaar al heel lang en dat scheelt ook wel. Waar ik nog aan moest denken daarjuist, is als het gaat over die vergaderingen of afspraken dat je maakt, ik denk dat het wel belangrijk is voor mensen die een co-housing project op poten zetten, om ook goed te beseffen dat niet iedereen is even assertief. En ik denk dat in zo'n vergaderingen, als je assertief bent of je hebt geen moeite om je eigen gedachten te formuleren, dan heb je wel een streepje voor. Ja. Maar ik denk dat het enorm belangrijk is voor iedereen die in zo'n project zit, dat je ook rekening houdt van dat sommige mensen misschien wat minder assertief zijn, dus dat je die ook wat actiever vraagt naar wat denken jullie erover enzovoort. Ja. Dat die mensen niet met frustraties komen te zitten omdat ze bepaalde dingen misschien niet hebben durven op tafel leggen. Denk ik dat wel ook een hele belangrijke is. Ja, zeker. Ja. Nou, hij had nog een vraag, Benno. Ah ja, ga je ook stellen? Ah, ja. Ja, het is al een beetje beantwoord eigenlijk. Hè, van, hoe dat je dat ziet als er één gezin hier plots weggaat en andere plannen heeft en een ander gezin wel hier wil blijven. Ja. Maar dat heb je gezegd, dat is allemaal notarieel. Dat zijn de niet leuke gesprekken bij de notaris geweest. Ja. Daar moet je gewoon goed over nadenken. En in ons geval, als ik mij goed herinner, is als wij hier zouden vertrekken, dan zouden Lieven en Sien als eerste de kans krijgen om het van ons te kopen. Daar komt het op neer. Oh, ja. Dus dan vermijd je dat, stel dat wij Vlammen en Ambras hebben, dat we denken van wij kennen nog een koppel en dat zijn echte klootzakken en wij gaan dat verkopen aan hen. En zodat Lieven en Sien naast echte klootzakken wonen de rest van hun leven. Dus dan vermijd je dat. Ja. Niet dat we dat zouden doen, maar ik wil maar zeggen, dat is ook voor ons was dan wel een logisch. Van als er één koppel zou willen vertrekken en verkopen,
dat het andere koppel dan de kans krijgt om het van hen over te kopen, dat leek wel logisch. Dus dat is dan ook iets dat notarieel is vastgelegd. Ja. Ja, de voorlaatste vraag komt van Anne. Dat is ook een co-houser uit het CS. Mag jij hem lezen? Oh ja. Of moet nee, lees jij, want de lettertjes zijn wel klein. Het is ook bij mij afgeprint. Ik zie, dus Anne, co-houser in het CS, vraagt: ik zie vaak dat mensen opgelucht zijn dat ik een eigen keuken heb in mijn co-housing. Welke reacties krijg jij? Krijg jij ook vaak bizarre vragen of vreemde blikken? Rare dingen. Ja. Nee, dat op zich niet. Ook omdat bij ons is het een redelijk gescheiden vorm van co-housing. Maar inderdaad, het kan zodanig veel vormen hebben dat, dus als die zegt inderdaad van de mensen opgelucht zijn dat je eigen keuken hebt, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ik zeg het, dat is ook iets tijdens de verbouwing dat wij wel even overwogen hebben om zo gemeenschappelijke delen te maken, of een keuken of een woongedeelte dan. We hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Maar het enige dat soms grappig is dat Lieven en Sien hebben een vriendenkring, ook op werkvlak werken zij met andere mensen samen dan dat Julie en ik mee samenwerken. Maar je hebt ook wel wat overlapping soms, dus soms komt het te horen van mensen die je kent van ik ben er nu een of geweest en het was er plezant. Dus dat er al meer mensen het hier kennen dan dat je soms zelf weet, omdat ze dan bij Lieven en Sien al zijn langs geweest. Maar qua vreemde reacties valt dat eigenlijk wel mee. Maar ook hier in de buurt, het is een stuk grond dat lang bestaat. In een vijver ligt er ook al lang. En af en toe horen wij van zo mensen die al langer hier wonen, of zo de oudere generatie. Oh ja, maar ik weet dat zijn. Ik heb nog bij jullie in de vijver gezwommen als klein manneke. Dus de naam van Sint-Amansberg heeft hier blijkbaar al een keer komen zwemmen vroeger. Maar dat is allemaal tof, omdat dat vind ik ook leuk aan waar we nu wonen. Is zo, dat is een plek met een hele lange geschiedenis. En nu zijn wij daar een onderdeeltje van. En voor ons was het in handen van een familie. Daarvoor heeft hier een pastoor gewoond. Daarvoor was het van een andere pastoor. En we hebben nu heel recent ontdekt dat het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1870. En dat is gebouwd door een pastoor. En dat was een zekere Leo Mailleux. En Julie heet met haar familienaam ook Mailleux. Ja. Dus we gaan nu binnenkort een keer bij iemand van de familie die zo wat met stambomen bezig is, een keer uitzoeken of dat toevallig geen... Hey, hoe schoon zou dat zijn dat zo na 150 jaar die een cirkel rond is, dat er hier weer een Mailleux woont. Ja, het was een pastoor, dus maar die kan ook broers en zussen. Ja, dat komt ook familie. Ja, de laatste vraag van Karel, dat is wel nog een mooie om mee af te sluiten. Oké. Okay. Dag Jonas, ik ben Karel. Ik ben zelf al 5 jaar lid van een kleinschalig co-housing project in Gent. Met kleinschalig bedoel ik 6 appartementen in het centrum van Gent. Ik heb eigenlijk 2 vragen voor jou. Mijn eerste vraag is, als je aan een co-housing project begint, heb je allerlei ideeën, idealen, verwachtingen ook. In hoeverre heb je die al moeten bijstellen of zijn die al veranderd of geëvolueerd sinds de bewoning? En mijn tweede vraag is, heeft co-housing jou eigenlijk als persoon al veranderd? Heeft het jouw karakter beïnvloed of ben je zelf al tegengekomen, heb je jezelf al beter leren kennen? Ja, heel toffe vragen. Om op de eerste te antwoorden... het is inderdaad zo dat als je in een co-housing project stapt, is er altijd een zekere factor van het ongewisse. Van je kunt je daar wel iets bij voorstellen of een idee hebben van dat gaat zo en zo en zo zijn. En in de realiteit gaat dat altijd anders zijn dan het idee dat in je hoofd zit. Bij ons was dat ook zo, maar in ons geval, ik heb er in het begin ook al even over gehad, is dat eigenlijk alleen maar positief. Dus eigenlijk alle mogelijke problemen of pijnpuntjes of moeilijkheden waar wij in het begin over nagedacht hebben, in de praktijk hebben die zich niet voorgedaan en is dat over heel de lijn een veel leuker
ding geworden dan dat wij zelfs gedacht hadden. Hey, we dachten wel dat dat leuk ging zijn, maar zo de dingen waar dat wij schrik voor hadden, dat bleek dan niet terecht. Dus ja, onze verwachtingen zijn bijgesteld, maar in dit geval in de positieve zin. Ja, ongetwijfeld zal het ook gebeuren dat dat bij sommige mensen anders is, die misschien een iets te idealistisch of romantisch beeld hebben van het co-housing. Ja, het hangt ook heel hard vanaf van de mensen met wie dat je dat, wat dat je dat doet en wat die hun verwachtingen zijn enzovoort. Ja, ik zou zeggen voor mensen die eraan twijfelen, ja, denk daar goed over na, maar laat het misschien ook niet te veel het idee hypothekeren. Want ik denk dat mensen bij wie, die in co-housing stappen, bij wie dat echt tegenvalt, ik denk echt dat dat een heel kleine minderheid is. Ik denk dat dat voor de meeste mensen een heel positief verhaal is. Dat hoop ik toch, maar ik denk wel dat dat zo is. En het tweede, van, ja, of dat mij veranderd heeft. Ik denk dat wel. Ik denk, vroeger was ik... Ik heb het nu zo over mijn tienerjaren of begin twintigerjaren. Ik was nogal een huismus. Ik was heel graag thuis. Ik was ook wel best graag alleen. Ik amuseerde mijn eigen wel. Ik was ook wel graag onder mensen. Het is niet dat ik zo'n asociale persoonlijkheidsstoornis had of zo. Maar ik vond dat best wel prettig om op mijn gemak alleen te zijn. En ik denk dat door nu in co-housing vorm samen te wonen, dat mij wel ook een socialere mens gemaakt heeft. Niet alleen omdat we Lieven en Sien heel vaak zien en hun kinderen heel vaak zien, maar ook, ja, wat ik er juist zei, is van er is hier vaak volk dat wij niet per se kennen, hè, vrienden of kennissen van Lieven en Sien. En ja, die zitten dan hier in de tuin of bij Lieven en Sien thuis. En dat gebeurt dan heel vaak dat wij er ook bij mogen komen zitten. En omgekeerd ook, als wij bezoek hebben en Lieven en Sien zijn er, dan zeggen we, als dat jullie bij, drinkt iets mee. En dat is heel tof. En ik denk in dat opzicht dat ik zelf ook wel een socialere mens geworden ben. Want ik ben eigenlijk van nature nogal verlegen aangelegd. Mensen vinden dat soms moeilijk om dat te geloven. Als je zo met comedy bezig bent of op tv dingen doet of in de jury van de slimste mens gaan zitten, dan denken ze dat je automatisch iemand bent die nogal graag in het middelpunt van de belangstelling staat of de meest sociaal vaardige mens die er is. In mijn geval is dat absoluut niet zo. Ik ben niet de meest sociaal vaardige mens die ik ken. Maar ja, dus die co-housing heeft er ook wel iets aan veranderd. Kinderen krijgen is ook een goeie, daar worden ook sociaal vaardig van. Ja, dus ook dat is in mijn geval dan een positieve verandering geweest. Ja. Oké, dat is mooi om, om deze aflevering mee af te sluiten. Ja. Ik denk dat we ook gewoon, dat het leuk is om een keer zoveel positiviteit te horen, dat hopelijk mensen die twijfelen ook helpt om toch een keer nog meer info te zoeken, ja, op, ja, de site. Samenhuizen.be. Samenhuizen.be, daar kun je onder andere mee beginnen. Heb jij nog iets dat je nog wil vertellen aan onze luisteraars? Of iets droppen of zo? Wauw. Niet meteen. Nu had ik zoiets spectaculair kunnen zeggen, om de aflevering spectaculair mee. Maar ik vraag je altijd aan de gast te leggen, als hij nog iets wil zeggen. Absoluut nog niet verteld heeft. Dat je op voorhand dacht van, dit ging kijk wel zijn. Een korte ode aan de vuurkorf. Dus we hebben een aantal vuurkorven in onze tuin. En die hebben ons ook een beetje door corona geloodst. We hadden de chance dat we een grote tuin hebben. We hebben ons altijd aan de regels gehouden. Maar toen dat we buiten mochten afspreken met mensen, hebben de vuurkorven hier overuur gedraaid. Voor mij is dat misschien, als ik zo onze co-housing associeer met één iets, dan is zo het beeld van een kampvuurje. Er zijn hier zeker in de zomer vaak kampvuurjes met heel leuke mensen er rond. En dat zijn voor mij, ja, dat zijn de hoogtepunten van het jaar, als je met fijn volk rond een kampvuurje, rond een vuurkorf kunt zitten. Dus misschien met die gedachte de podcast afronden of zo. Ja. Volgens mij. Ja.
Oké, dus hiermee sluiten we af. Als je op zoek bent naar de informatie die we gedeeld hebben, dan kan je terug terecht op de show notes op mijn website veerlekolle.be/zero-waste-podcast. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt, want dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is en er komt er zeker nog eentje aan. Ja. Dus tot de volgende keer. Dankjewel, Jonas. Met plezier. Oké, ja, en volg ons ook op sociale media als je dat nog niet doet. Hè. Tot de volgende. Yo. Ciao. Dit was alweer een aflevering van E-Kolle, de Zero Waste podcast. Abonneer je op ons podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Alle info, bijkomende filmpjes en websites bij deze aflevering kan je vinden op veerlekolle.be/zero-waste-podcast. Een boodschap inspreken of een vraag stellen kan je doen via speakpipe.com/zero-waste-podcast. Ons trakteren op een koffietje? Dat doe je via buymeacoffee.com/zero-waste-podcast. En tenslotte zitten we ook op sociale media, Facebook en Instagram. Je kan ons vinden onder Zero Waste Podcast. Tot de volgende keer en bedankt om te luisteren.